Ik ben Denise Asnam, ik ben actrice en ik kom hier voor de Oost, omdat hij genomineerd is voor meerdere dingen. Dus ja. Kan je misschien iets meer vertellen over de film en over je rol die je speelt? Het is alweer een tijdje geleden. Ik moet even nadenken, want het is 2019 dat hij volgens mij uit is gekomen. Of dat we hem hebben gedraaid, dat weet ik niet eens meer. Eigenlijk had ik het ook al helemaal afgesloten en toen kwam dit ineens. Dus het is ook alweer een verrassing of zo. Maar ik speel Gita, de vrouwelijke rol in de film, de enige vrouwelijke Indonesische rol. De partner van Martijn, van Johan, de hoofdrol, die nu ook genomineerd is voor beste acteur. En we hebben de hele film in Indonesië gespeeld. Tenminste, ook een stukje in Nederland. Ik ben je vraag vergeten, ik weet niet meer wat je vroeg. Je hebt het meer dan genoeg beantwoord. Maar hoe voelt het dan om... een beetje, ja. Komt allemaal helemaal goed hoor. Hoe voelt het dan om hier nu terug te zijn, om iedereen weer te zien en iets wat je misschien eigenlijk al een beetje hebt afgesloten, om dan nu weer terug te gaan daarnaar? Ja, heel leuk. Echt heel leuk om iedereen weer te zien. En het voelt natuurlijk heel vertrouwd. En iedereen die appt, de groepsapp bestaat nog en we appen elkaar en zeggen ga jij, oké, als jij niet gaat, dan ga ik ook niet. Dus het is super vertrouwd en heel erg leuk en natuurlijk super vet dat we zijn genomineerd, dat de film gezien wordt en ook internationaal. Vind je het belangrijk dat deze film juist gezien wordt? Heel belangrijk. Ik denk dat deze film een enorme weg vrij heeft gemaakt voor heel veel onderbelichte dingen in de geschiedenis. Dus voor elke discipline, dat maakt niet uit of het een film is, of het nou een theaterstuk is of een kunstwerk. Maar het heeft in ieder geval iets losgemaakt in mensen. Want het is natuurlijk een onderwerp waar gewoon veel te weinig over gesproken is. En ook mensen die zeggen van, oh, is dat dan echt gebeurd? Maakt niet uit welke generatie. Dus het is heel erg belangrijk. En het heeft, denk ik, ogen geopend. En mensen een kans gegeven om daar dus nu over te praten. Ja, ik vind het heel mooi dat een film zoiets kan doen en echt een verhaal kan vertellen. En ik wens je een hele fijne avond toe en succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja.